weg naar een projectlijn van A2 met knooppunt De Hocht. Dan ga ik met behulp van GPS en Total Station ga ik een aantal metingen verrichten. Ik ga hier nu een meting verrichten. Dat doe ik met behulp van GPS. Dat is een centimeter nauwkeurig systeem waarmee ik digitaal treininformatie kan inwinnen. Daarnaast heb ik een prisma op mijn stok gemonteerd voor mijn tachymeter. En die meet straks een hoek en afstanden en dat rekent hij ook om naar coördinaten. Zodat ik alle informatie digitaal bij elkaar heb in mijn veldboek. Ik heb zojuist meting gedaan, met informatie ingewonnen over het terrein. Mijn collega die is met een 3D-scanner is die het kunstwerk aan het inscannen. Zo dadelijk verzamelen we alles op mijn veldboek. Ik kan alles digitaal naar Frank toe mailen, de ontwerper. En die gaat er verder mee aan de slag. Het project waar we op dit moment mee bezig zijn, daar heeft Walter een meting verricht. Die meting heeft hij opgeslagen op een datakaart. Die verstuurt hij naar mij per mail en uiteindelijk kan ik die gaan verwerken in AutoCAD Civil Modeling. We maken gebruik van AutoCAD Civil 3D. Dat is een AutoCAD gebaseerd softwarepakket wat de mogelijkheid heeft om daar 3D informatie in te gaan stoppen en dat te gaan verwerken tot modellen. In die modellen kan ik allerlei gegevens gaan afleiden. Dus ik kan daar hoeveelheden uit gaan halen. Ik kan daar dwarsprofielen van gaan genereren. En uiteindelijk kan dat ook verwerkt worden naar een model voor machinebesturing. Nou, achter mij zien we een kraan draaien, die is voorzien van GPS machinebesturing. Het model van Frank die hebben wij daar, digitaal treinmodel, die hebben we in de machine ingeladen. Zodat hij heel zelfstandig zijn graafwerkzaamheden kan verrichten. Hoi Roy. Hoi. We willen die slootbodem die willen we van 1 naar 2 meter veranderen. Dus als jij aan Frank zou kunnen doorgeven dat hij dat aanpast in het model, dan kan William daarmee verder. Ja, is goed. Ik geef het door aan Frank. Dan zal hij dat aanpassen in het ontwerp. Mooi. Ja, even kijken. Hoi. Ik heb zojuist een telefoontje gehad van Walter. Walter die gaf mij aan dat er een wijziging in het ontwerp heeft plaatsgevonden. Hier mijn slootbodem. Die is op dit moment een meter. Die moet een meter worden aangepast. Dus die pas ik op deze manier aan. Ik bouw het model opnieuw op. Deze die kan vervolgens weer naar buiten toe voor het gebruik in de machine. Voor mij is het werken in de civiele techniek is het dynamiek. Je hebt enorm veel verschillende projecten waar je mee bezig bent. Je hebt heel veel contact met verschillende mensen. Allerlei verschillende schakels met wie je gezamenlijk eigenlijk zo'n project maakt. Het leukste aan mijn werk is de afwisseling tussen binnen en buiten. Je bent binnen en buiten bezig. Je bent met verschillende apparaten bezig, apparatuur. De verwerking van data. Het maken van iets en de communicatie tussen verschillende betrokken partijen.